Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat we te maken hebben met nog vrij veel bewolking vanochtend en in het noorden en zuidoosten komt zelfs nog een enkele bui voor. Maar in de loop van de dag gaat het op de meeste plaatsen droog worden en geleidelijk breekt ook vrij geregeld de zon door. Er waait wel een stevige noordoostenwind, die is matig en aan zee vrij krachtig, langs de westkust soms zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. Het wordt daarbij zo'n 12 of 13 graden in het noorden, tot plaatselijk nog 16 graden in het zuiden van het land. Vanavond klaart het breed op, de temperatuur daalt tot een graad of 10 en vooral in het binnenland neemt de wind een klein beetje af. Morgen op zaterdag hebben we volop zonneschijn. Waait nog wel een vrij stevige noordelijke wind, matig en vrij krachtig, 3 tot 5. En daarbij worden zo'n 12 tot 14 graden. Kijken we dan naar de dagen daarna. Op de zondag hebben we zeker later op de dag meer bewolking. Het wordt dan een graad of 13. Op maandag en dinsdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog. Op dinsdag kan het zelfs plaatselijk 20 graden worden. Maar in eerste instantie is het wel droog met vrij geregeld zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.